Dank u wel, Odo, voor het schitterende gerecht met de zeetong. Ik heb voor u ook een schitterende wijn voorzien, uit Quincy afkomstig. Het is een niet zo heel gekende appellatie uit de Loire-Vallei. We bevinden ons een klein beetje onder Sancerre en Puy-Fumé, meer naar de bron toe van de Loire. Het is een heerlijke wijn op basis van Sauvignon Blanc-druiven. En Sauvignon is altijd heel fris, heel elegant van stijl. Net zo elegant als het gerechtje dat jij voor ons hebt gemaakt vandaag. We gaan proeven, want dat is nog steeds het belangrijkste. De wijn is fantastisch helder. Er ligt een lichte pareling in het glas en dat komt door de jonge botteling van de wijn. Absoluut niet storend, want bij een fris gerechtje hebben we ook iets heel fris nodig. En die pareling en die jeugd gaat dat zeker accentueren. Fantastisch bloemig van stijl. Heel fijn, heel fruitig. Meer naar Granny Smith toe van geuren. De mond is fantastisch. Opnieuw barst het fruit eruit. Mooie zuurtegraad ondersteund door lekkere sappigheid die in de wijn aanwezig is. Dezelfde soorten fruit als daarnet komen naar boven. De frisse jonge groene appel, maar ook het citroentje. En de lekkere mineraliteit blijft heel mooi houden op de achtergrond. De wijn blijft goed nasmaken. En de citroenschil komt ook heel mooi naar boven. Licht bitter toetsje in de neus, maar dat maakt de wijn eigenlijk heel uitdagend en lekker aangenaam. Kortom, fantastisch om bij de zeetong te gaan proeven.